Nou, hé, wat een kleurtje vandaag, hè? Ik snap er niks van, hè? Al die kleurtjes met de regenboog! Ja! Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar Aldi's Games en vandaag gaan we weer verder met Aldi's Fanmail. Aldi's Fanmail. Het is Aldi's Fanmail. In de tas en we gaan draaien. Ik heb een andere stoel. Dank je, Sam. Oh jongen, ik ben duizelig. Ik ben zeer duizelig. We gaan lekker weer beginnen. Het is een lange tijd geleden. Zo. Sinds de 24 uur livestream hebben wij weer heel lang geen fanmail gedaan. Maar we gaan nu lekker weer beginnen. Als je nou ook fanmail wil sturen, het adres daarvoor zal hier in de beschrijving staan. En Roy, dan kun je het daarna sturen. Ja? De brievenopener ligt daar nog. Waar? In de kartonnendoosje. We hebben hem, jongens. Je kan niet missen, hè? Nee. Kijk eens, het kan gelijk beter. Hoppa! En we gaan schrijven naar Hilversum. Ik dacht dat je mee ging doen. Wow! Jeetje, wat is dit allemaal? Hoe is het creatief gedaan? Oh, de vragenlijst! Oh ja hoor! Oh, gaan we beginnen? Welke YouTubers kijk je graag? Casey Neistat en ja, Joey Perseffa, Shane Dawson, al die shit. Weten jullie één woord Italiaans of Frans? Caprese. Wat is je lievelingsgames? Trove! Trove natuurlijk! Trove! Oh my Trove. God! Trove! Oh, heel. What the fuck is met mijn haar? Hoe kan je het beste YouTube kanaal beginnen? Gewoon beginnen en jezelf zijn, en lekker bezig zijn, en motivatie ervoor hebben. Welke YouTubers kijk je graag? Weet ik niet. Welk land vind je het leukst? Amerika, Frankrijk, dat is geen land waar weet ik veel. Weten jullie één woord Italiaans of Frans? Croissant! Wat zijn je lievelingsgames? Sims 4. Oké. Okay. Dat was het. En dan gaan we nu eventjes de brief lezen. Nou, even hier hartstikke leuke brief heb je geschreven. We hebben hier ook nog hele leuke cadeautjes. Ze heeft echt iets met printjes. Want Yay. Alles is helemaal leuk beprint. We gaan eens kijken wat ik... Oh, sorry. Daar ging het al. Volgens mij zijn het papiertjes. We hebben 3 rolletjes papiertjes. Oh nee, het is met plakband gedaan. Jij en Wart hebben een mooie hart. Een mooi hart. Een mooi hart. Oh. Ja. Oh, en... Kai en jij hebben mooie liefde. En hier staat op, het blaadje gaat helemaal bad. Bo, je bent knap en grappig en moedig. Moedig, Bo. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Moedig. Dankjewel. Of is dat mooi? Ik weet het niet. Bo wil gewoon dat je haar mooi noemt. Dat is haar truc. Ik ken haar al 15 jaar, ja. Die ken ik al langer. Dit jaar. Dus je weet wat dit betekent? 10 punten voor Gryffindor voor jou. Leuk het. Ook stond er op eentje, stond er I love you. En jullie hadden toch I love you. Ja. Nou Evie, hartstikke bedankt voor je leuk fanmail. Ik vond het heel creatief, ja. Heel erg leuk. Hadden we nog nooit zoiets gezien. En we gaan nu door naar de volgende brief. En dat wordt deze. Oh, dat waren er 2. Nou, ja, die gaan we dadelijk doen. Dit is een hele creatieve. Helemaal bekleurd. Nou, laten we even kijken wat hierin zit, jongens. Ik voel me nog steeds soms even Beyoncé hoor, omdat we zoveel fanmail krijgen. Ja. Nou, ik denk dat Beyoncé wel meer krijgt als ze fanmail had, maar je snapt wat ik bedoel. Kijk zo, en we gaan schrijven naar Almere. Oh jee, hier hebben we de brief. En hier hebben we een tekening van Bo en Roy. Ik heb een muts op, jij hebt ook een muts op. Beste Simser 4 ever. Grappigste jongen ooit en de Aldi's Games raket. Nou. Wat een leuke tekening, heel leuk. En dan gaan we nu eventjes de brief lezen. Van... Isa en Teresa, als ik het goed zeg. En we hebben weer een vragenlijst. Roy, wat is je lievelingskleur? Bordeaux rood. Wat is je schoenmaat? 43. Harry Potter of Hunger Games? Harry Potter! En zeg banaan. 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 Ja, volgende. Oké, vragenlijst voor mij. Vragenlijst voor boven. Wat is je lievelingswinkel voor kleding? Dit ja. Dat. Wat liever? Sims 4? Op 3. 4. Hoeveel poses heb je? 160 of zo. Ze heeft een keer geteld. Hier zijn er een paar weg. En toen ging verf weg. Ha. We hebben het net gedaan. Ja. Hey, Isa en Teresa. Hartstikke bedankt voor jullie hele leuke fanmail. Heel erg leuk gedaan. Dankjewel. En we hebben weer een kleurrijke brief. Nou hé, hey, wat een kleurtje vandaag. Ik snap er niks van, hè. Ja. Nou hè. Het is heel erg leuk. Al die kleurtjes met de regenboog! Oké, open met mijn brief maar. Kort? Nee. YouTube. YouTube jongens. YouTube, je weet zelf. Hey, dit zijn wij. Hey. En hier hebben we een brief. Is dit een sticker? Oh, we hebben nog een YouTube.
Zijn het stickers? Voelt als stickers. Ja, dat wel een beetje. Ik denk het niet. Hier heeft iemand alle series opgeschreven op een blaadje. Het is wel een YouTube. Sticker. Ja, het is wel een sticker. Oh joh. En dan hebben we nog een verhaaltje. We gaan hem helaas niet voorlezen, want daar hebben we echt geen tijd voor, want we hebben zoveel brieven. Wij gaan wel eventjes door de normale brief lezen en het verhaal. Het verhaal gaan we dadelijk ook gewoon eventjes lezen. Ja. Dankjewel Marije voor jouw fanmail. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. En dat wordt... Ja, dat wordt... deze. Oh. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En we gaan openmaken met de brief open natuurlijk. Ja. En ja. En twee, ik doe het weer onhandig. Het moet zo. Als hij maar open gaat. Hij gaat open. Oké. En we gaan schrijven naar. Ja. Venhuizen. Venhuizen. Ja. Hé, hey, is een mooi naam, hé. Dan hebben we hier denk ik de brief. Of zijn het vragen? Vragen zijn dit. En de brief. Kijk nou jongens, we hebben ook een iPhone gehad in de fanmail. Nah. Maar het is een notitieblaadje. Oh, ja, nou, die vind ik wel leuk. Het is een oude iPhone. We hebben weer een vragenlijst. En dit is even de laatste die we gaan doen. Want we krijgen elke keer dezelfde vragen. En ja. Ja. Wat is jullie lievelingskleur? Bordeaux rood. Paars. Wat is jullie lievelingsdier? Buck en husky. Koala. Wat is jullie lievelingseten? Enchiladas. Oh, bang girl. Dat is lekker. Ja. Ik weet het niet. Wat is jullie lievelings tv-programma? Bob's Burgers. Ik weet het ook niet. Ik weet helemaal niks. Wat is jullie lievelingsfilm? Spy. Spy? Ja, of Harry Potter natuurlijk. Harry Snotter. De. Ja. Ja, maar dat. Ja. Ja, maar Spy is ook een hele leuke. Oké, wat is jullie lievelingsgame? Trove. Sinterkier, dit is wel leuk. Wat is de leukste aflevering die je ooit hebt gemaakt? En ik weet die van jou. Wat dan? Drumset van een werewolf. Ja, dat vind jij de leukste. Ja. Maar wat vind ik het leukste? Jullie moeten het raden in de comments. Hoe moeten ze dat weten? Weet ik niet! Ik weet het zelf ook niet. Gaan jullie ooit nog een keer met Sam opnemen? Vast wel. Weet ik niet, hij is op vakantie nu, hè? Ja, en dat waren we vragen. We hebben ook twee looms. Zo, alsjeblieft. We houden van looms. Zeggen we heel sarcastisch. Nee, grapje, wel leuk. En dan hebben we hier ook nog een Aldis Games logo. Hashtag ATG voor de win. PS de roze armband is voor Roy. De andere is voor Bo. Roy. Oh, hij is kapot. Karma. Nee, hier ook nog een heel mooi logo. En dan willen we je hartelijk bedanken voor je fanmail. Dankjewel. En dan gaan we door naar de laatste brief van vandaag. Ja. Ja. Het zit er alweer bijna op, jongens. Het gaat zo snel de tijd. Oh, 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 oh. Al die brieven toch, jongens. We hebben er nog echt duizenden al zitten. Nou, ze komen ooit wel eens op. Als je denkt van, waar blijft mijn fanmail nou? Hij komt eraan. Maar het duurt eventjes, hè. We hebben weer, jeetje. Een hele dikke loem. Jongens, jongens, jongens. Oh, nog weer dikke loem. Ik weet wat jullie in de vakantie doen. Jullie gaan loemen. En wat hebben we nog meer? We gaan schrijven naar... Ede. Nou. Nou, wat een korte naam, hè. Er staat, I love all these games. Bo en Roy, I love you. 11 april geschreven door Iris, 11 jaar. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Heel leuk. Dank je al. En dan hebben we hier de brief die wij gaan lezen. En hij ziet er heel kleurlijk uit. Ja. Ik schrok me dood. Wat een outlast. Oh jongens, dropje. Een leuke vriendje. Hallo Trinity en Davy, er zit een kat op me. Inderdaad. Die nageltjes. Zo, Iris, heel erg bedankt voor jouw fanmail. En dan was dit de laatste. Dat was dit de laatste fanmail weer voor vandaag. Nou ja, niet de video, de laatste video. Er komen nog meer fanmail video's, maar je snapt wel wat ik doe. Bedankt weer voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video... Doe dan een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe dan nog steeds niet een mes omhoog doen, jongens. Maar bedankt voor het kijken. Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer met jouw film bijvoorbeeld. Het adres daarvoor zal hier in de beschrijving staan. En dan zien we jullie de volgende keer weer hier op Aldis Games. Bedankt voor het kijken. En doei doei. Twerken. Ik twerk in de stoel. Doei. Niet in mijn onderbroek twerken wat ik in Gamescom deed. Doei.